Adventure ook zo en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie net al aan een aantal shots konden zien, ben ik in Heidepark. Als jullie mijn kanaal al een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik eerder naar Heidepark ben gegaan, zo'n kleine 2 maanden terug. Toen ben ik enorm positief geweest en ik moest gewoon terugkomen voor Vloek der Damoren, want dat is zo'n fantastische achtbaan. Dus hier sta ik weer. Ik ben bij Colossos. Colossos moet nog open gaan. Hoi. En ik moet wel toegeven, ik heb gisteren hier ook al een dag gezeten, maar toen heb ik niet gefilmd, omdat ik er niet zoveel zin in had en ook omdat ik mijn SD-kaarten thuis ben vergeten. Gelukkig heb ik deze leuke mensen gehad als backup, die wel wat SD-kaartjes hebben kunnen meenemen. Niet al te veel geheugen staat erop, maar ik doe gewoon met de middelen dat ik heb. En ik ben gewoon super blij dat ik toch nog wat kan filmen, dus vandaag ga ik een beetje Heidepark filmen, ja. En als jullie nu een uitgebreide video willen zien, tot in detail van alle attracties, dan raad ik jullie aan om in de i te klikken in de rechterbovenhoek. Dan komen jullie uit op een review van mij, bijna een 1 uur video. En dan zien jullie gewoon heel dit park. Nu gaan we gewoon plezier maken in Colossos. Die gaat bijna open. Ik denk dat het 1 voor is of zo. Weet jij het, Joachim? Het is 1 na. Het is 1 na. Oeh, ze zijn te laat. We komen net uit een ritje van deze kanjer, Colossus, die jullie achter mij zien. En de vorige keer was ik niet zo positief over deze baan. Is dat ondertussen al verbeterd? Ik moet wel zeggen, hoe vaker je Colossus doet, of ik in elk geval, hoe leuker ik hem vind. En nu gaan we iets dat ik helemaal niet leuk vind, waarvan ik zeker weet dat hij niet beter gaat zijn. Wat niemand leuk vindt. En dat is Limit. Ja, kijk, ik ben niet zo'n grote SLC-hater. Want ik vind Vampire in Walibi Belgium wel leuk, maar deze, ja nee, deze is gewoon armoe. Dus we gaan door naar Limit. Grootste grap van vandaag, we staan te wachten op een SLC die open gaat. Echt hoor. Ja, maar echt hoor. We gaan nu in de bobbaan en over Limit, ja, Limit was Limit, weet je wel. Ik vind deze wachtrij heel erg mooi trouwens. Oh, kijk eens aan, welkom gewoon. Nou, dan wandel ik maar gewoon door naar voor, denk ik. We hebben het een ritje in de bobbaan gemaakt. En de bobbaan, het is een rammelbakje hoor, maar wel een hele leuke en unieke baan. Voor de mensen die deze wachtrij misschien kennen, of die tik al achter mij gezien hebben, we gaan in Scream. Scream is een Giro drop toren met een hele leuke soundtrack, zoals veel attracties in dit park. En hier momenteel een walk-on, gewoon geen rij. Dus gaan we die maar eens meenemen. Het leuke aan Scream is dat die op een berg staat, natuurlijk voor Wildwasserbaan 2 ooit aangelegd, kunstmatig. En ja, daarom krijg je ook meteen een heel hoog uitzicht. Ze promoten het ook als de hoogste, maar ik vind dat niet correct. Ik vind niet correct dat ze het promoten als de hoogste, want de toren op zichzelf is niet de hoogste.
time has come. Gisteren 2 keer ingegaan, vandaag hopelijk meer. Vloeg de Damone, dames en heren. Ik neem jullie graag mee de wachtrij in. Want wauw. Ook de audio, de thematisatie. Ik vind dit gewoon zo fantastisch, hè. Het is ongelooflijk, dit. Ongelooflijk. Ik hou van deze achtbaan in elk opzicht, op elk vlak. Is dit gewoon de perfectie voor me. Nou, daar viel ik bijna op mijn bek, weer al. Als ik me niet vrees, was het in de zomer ook zo. Jezus! Wow, ik val bijna op mijn bakjes hier. Dit is trouwens een heel leuk effect. Dit is vroeger het stationsgebouw geweest van Wildwasserbaan 2. En dat was een boomstambaan. Die had zo'n draaiplatform, zoals Wild Water Slide in Bobbejaanland als instapstation. En dat was dus in dit gebouwtje. Maar ja, dames en heren, wij gaan in Vloek de Demonen. Damonen, hoe je het ook wil uitspreken. Ik heb geen idee, want ik kan geen Duits, zoals jullie weten. De wachtrij is sava. Ik vind het helemaal oké. Dus let's go into Vloek de Demonen. Der Damone. En ik ben zo blij, dames en heren. Trapjes af. Oh, wat hou ik toch van deze achtbaan. Joachim, wij gaan front. We komen net uit Damone en ik ben shocked. Nog steeds. Het is nu al de geen idee hoeveelste keer dat ik hier vroeg naar Damone ben gegaan, maar ik ben nog steeds even, nee, meer zelfs, nog meer hyped en nog meer blijer dan de allereerste keer. Jullie zien het niet, nu wel. Ik heb gewoon een enorme smile van dat ding en het is gewoon, als jullie mij op Instagram volgen, wat ik zeker aanraad, ik kom nu ergens in beeld. Zeker doen, want daar komen allemaal updates op. Bijvoorbeeld de hotelkamer heb ik niet gefilmd, want ik heb geslapen in het Aventure Hotel. In de Demon Suite, dus echt zo de suite van Vloek de Damone. Staat allemaal op mijn Instagram, dus moet je daar maar eens gaan kijken. Zeker volgen. Ja, in elk geval Vloek de Damone mensen, ja. Dat is gewoon fantastisch. En we gaan nu naar een achtbaan die ik veel minder fantastisch vind. En dat is de Kraken in Bucht der Piraten, in dit themagebiedje hier. De divecoaster van het park. Het is tijd voor mountain rafting, een hele mooie rapid river van Intamin. Hier in het Heidepark, heel mooi gedecoreerd vind ik hem. Ja, en het neemt ook echt zo'n grote, ja, zo'n grote oppervlakte ter beschikking. Vind ik heel opmerkelijk. Ik ken weinig rapid rivers die echt op zo'n grote vlakte uitgestrekt zijn. Natuurlijk zijn het grote attracties, maar dit... Deze is echt wel ja, heel erg lang. Ja.
met die daar, het Desert Race. Wat kan ik ervan zeggen? Het is een kort en pittig baantje. Hij blijft gewoon verrassend leuk hoeveel kracht er in die baan zit. En nu gaan we, hallo, in de Colossos. Nog eens voor de tweede keer, want we zijn op zich het park al rond. Dus ja, helemaal prima. Ik kom dus net uit het houten beest dat jullie achter mij zien. En ja, het was eigenlijk een heel leuk ritje. Ik zat helemaal achteraan en ik begin hem leuker te vinden met de rit. Wat heel jammer is, is dat deze hier, de Magic, gesloten is. Ik sta hier nu in het themadeel Maya Tal. En als jullie mijn vorige vlogs gekeken hebben, dan weten jullie het misschien al. Hier stonden vroeger heel veel flatrides die allemaal stuk voor stuk weggehaald zijn. En dat vind ik natuurlijk heel erg jammer. Ik vind het ook schandalig dat ja, deze bijvoorbeeld, maar ook de zweefmolen en de breakdance aan de overkant gesloten zijn tijdens het laagseizoen. Ja, daar heb ik het moeilijk mee, mensen. Dat weten jullie als jullie mijn Plopsaland vlogs kijken met attracties gesloten hadden natuurlijk. Wat ik meer schandaliger vind is dit. Gewoon een attractie weghalen, maar al de rest van funderingen en al de rest laten staan, wachtrij laten staan, het gewoon overgroeien. Ik heb zoiets van, ja, werk het dan ook gewoon weg, weet je. Dit is gewoon niet netjes en zoals jullie zien. Als ik me niet vergis, heeft hier ooit een flipper gestaan van Hus op deze plek. En ook, ja, de wachtrij, dit is echt, ja, gewoon een simpele plantenbak hiervoor gezet en klaar. En wat ik de vorige keer in de vorige vlog al gefilmd heb, is dat ze dan hier bij het gewone pad gewoon een hek gezet hebben. En klaar. Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik werk het gewoon netjes weg. Ik sta helemaal op mijn typen. ja. Ik heb het gevoel dat dit hele gebied van Maya Tal niet lang te leven meer heeft. En dat ze snel zal weggaan. Hopelijk bouwen Merlin en Herpark er iets moois van. Dames en heren, het is weer zover. Alle videoopslag was op. Ik heb er gelukkig nog een vlog van een kwartier kunnen uithalen, maar helaas zullen jullie het hier toch mee moeten doen. Desondanks hoop ik dat jullie dit toch een leuke video vonden. Ik wil de fijne mensen met wie ik dit tripje gedaan heb heel graag bedanken voor de gezelligheid. En ja mensen, wat kan ik nog meer zeggen over Heidepark? Mijn mening is geloof ik echt wel duidelijk. Ik vind dit park fantastisch en hoop er snel weer heen te kunnen gaan. Vloek der Damonen is by far mijn favoriete achtbaan geworden, want ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Voor mij is dit dan ook duidelijk de topper van het park. Aanvullend zijn de ongelofelijke Desert Race die ik echt geweldig vind. Colossus met een bizar goede sfeer. Boban die ondanks zijn enorme ruwheid heel leuk en uniek blijft. En zo kan ik eigenlijk wel nog een hele lijst afgaan. Kortom, ik ben echt verkocht aan Heidepark. Maar goed mensen, we zijn aangekomen bij het einde van deze video, dus vonden jullie deze video nou leuk, doe dan dat duimpje omhoog. Abonneren mag ook altijd, dat kan je doen op de rode knop hieronder mijn video. Dan kan je ook even op dat belletje duwen, dan krijg je een leuke melding van mijn video's wanneer ik iets nieuws upload. Dan ben je altijd op de hoogte van mij en mijn kanaal. Volg me ook op de social media's die jullie al eventjes in beeld zien verschijnen. Ja, dan kunnen jullie ook gewoon mij volgen daarop. Helemaal leuk, helemaal mooi. Dan heb ik eigenlijk gewoon nog maar één ding te zeggen. En dat is dat ik jullie bij een volgende video zie. Tot dan!